Hij heeft niet zo'n leuke kledingstandaard. AirPods besteld. Film de achterkant. Ik ga toch niet mijn achterwerk filmen? Ik weet niet of ik alleen moet huilen om dit hoor. Yo, hey, hand aan het sturen. In mezelf. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is woensdagochtend en ik moet een foto maken voor Guts en Gusto. En wat is zo meteen doen? We gaan zo meteen weer dansen. Repeteren. Oh. Wat oh. Nee. Ja. Dit is mijn oudje, die hebben jullie al gezien in de vorige vlog. Als jullie die niet hebben gezien, moet je checken. En heb je een beetje zin in vandaag? Oh. Ja, ik wil eigenlijk een beetje chillen. Gaat niet. Hoezo niet? Pas over 2 weken. Ja. Yeah. We gaan op vakantie. Het gaat door trouwens, want Griekenland staat weer op geel. Woe! Nou jongens, we zijn even foto's aan het maken. Kia is even aan het kijken welke ze leuk vindt. Hetia. Vind je er een leuke tussen? Weet ik niet, man. Oh. Ik zit zo niet in de mood vandaag. Nee, ik zie het ook wel een beetje. Moet ik even nog meer foto's maken? Oké, foto is gemaakt. Ja. En wij moeten. Wat is dat dan? En daarna gaan we even langs papa. Oh, nee. We gaan nu langs papa. Ik was aan. Oh ja, en dan kan ik gelijk even poepen, want ik moet poepen. Dat is wel een lekkere mededeling ook. Ja. Oh, we zijn echt met z'n drieën. Oh nee, toch niet poepen. Oh, ik zag mijn papa staan. Kijk, ik heb krulletjes. Oh, het is ook echt heel druk. Oh, hallo papi. Hallo dan. Ben je weer aan het werk? Mm-hmm. Met je matties. Hoe bevalt het nou? Goed. Waarom komt hier dan? Kunnen jullie niet indenken? Maar. Nee. Moet bewegen. Wel een leuk kantoor. Hoor, dit vind ik vet. Een hele goede morgen allemaal. Er staat voor mij een hele saaie dag op de boel vandaag. Ik ben met Thomas Scherpenzeel. Hoe zijn nou weer saai? Nee, grapje. We gaan eindelijk een keer iets samen doen zonder dat het met werk dingen te maken heeft. Hè, Tho? Ik ben aan het vloggen. Ja, maar dat doe ik altijd. Hè? Wij gaan een dagje shoppen, want hij heeft niet zo'n leuke kledingstandaard. Ik ga hem er een beetje bij helpen. Ben je weer aardig vandaag, zeg. Ik ben altijd aardig, toch? Ja. Het is 10:30, maar we hebben nu al honger in de lunch, hè Thomas? We gaan 2 keer lunchen vandaag. Dat wil je toch, dat wil je toch. Nou, hoeveel zin in hebben we er? Heb je een beetje zin om in mijn stad te gaan of denk je van, ach, nou, ik ben er niet op werken. We hebben het best druk en nu gewoon een keer... Nu gewoon een keertje shoppen. Oké, we zitten dus bij een tentje. Thomas was even plassen. Ik moest ook, heel nodig, maar hij gaat toch eerst. Maar ik heb dus zeg maar iets besteld. Ik heb Oreo koffie besteld. Nou, ik ben heel benieuwd. En we hebben banana pancakes besteld. Of zoiets. Dus ik ben benieuwd hoe dat is. Dan gaan we zo lekker proeven. Nou, die kwam ook van... Dit is het. Wat is er? Trouwens, hij is niet van jou volgens mij, hè? Maar dit vind ik kut. Wil je het even afleggen? Nee. Je doet het er weer in. Nee. Dik het er weer in. Vind je hier wat van? Ik heb hier wel een mening over. Ja. Hoezo? Wat is dit dan? Maar wat is dit? Is het nou, dat vroeg ik me dus ook al. Is dat een bananenprakkie? Ja. Nee, dat is appelmoes. Appelmoes? Doe even normaal. Oké, gaan we het proeven? Oh, dat is abrikozencompoot. Nee. Nou, echt wel. Ja. En met dat mesje zit... Die niet. Nou, hè? Ja. Ik wil een beetje serieus van. Oké. Okay. We zijn hier in de winkel. Bij de hier. En Thomas, ik heb shirtjes uitgekozen voor Thomas. En ja. En op een gegeven moment bij mij. Is dit leuk? Is dit leuk? Superleuk. Hij is nu. Zo, draai ze over mij. Ik vind deze wel vet hoor. Ik kan er wel een S'je maken. Een S'je joh? Dat heb je ervan als je sport, hè?
kijken. Dat is wel stoer, toch? Veel leuk. Nou, hij gaat dit allemaal doen. Nou jongens, we zitten bij een heel chic dingetje. Oh, lekker. Wat heb jij nou? Iets met sla. Samsla en een lekker man. Dit is lekker, hè? Nou, eet het. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Goedemorgen allemaal. Het is fucking vroeg. Ik ga nu mijn nagels laten doen. Want ja, die moeten wel mooi zijn. Voor de video, want nu zien ze er zo uit. Maar zo meteen worden ze wel mooi. Oké, ho, ik ben wazig. Ik ben weer thuis. En dit zijn mijn nagels geworden. Is goed zo. Lekker opvallend kleurtje. Ik ben er heel blij mee. En er zijn twee pakketjes binnengekregen. Binnengekomen? Dat bedoel ik. Binnengekomen waar ik heel blij mee ben. Ik heb namelijk AirPods besteld. AirPods Pro. Omdat ik mijn AirPods kwijt ben al heel lang. En ik gebruik nu elke keer die van mama. En daar word je helemaal gek van. Ja, precies. Dus ik heb nieuwe. En deze zijn ook geluidsdicht of zoiets. Dus dan heb ik ook geen last meer van mama. Dus getiep en gekauw in de ochtend. Hè mama? En ik heb hoesje binnengekregen. Die Ruby en ik samen hebben besteld. Namelijk deze. En dat vonden we allebei heel leuk voor op vakantie. Lekker zomers kleurtje. Dat is wel echt dik, toch? Kijk. Mm-hmm. Dat is wel mooi, hè? Ja. Mooi zomers. Leuk zomers. Heel leuk zomers. Nou, ik ben er blij mee. Het duurde heel lang. Kijk. Dit is top. Kijk. Hoor je me smakken? Huh? Hoor je me smakken? Nee. Wat? Oh, wat een heerlijkheid. Ineens hoorde ik jou heel zacht. What the fuck, wat top. Wow, dat sluit echt heel veel af. Hoor jij nu iets? Niet zo hard praten. Hoor jij nu iets of niet? Hoor jij niks? Jij praat heel hard. Oh. Kijk, dit gebeurt dus achter de schermen. Ja. We gaan ze elkaar helemaal afmatten. Lief doen. Lief doen samen. Ja. Kijk, ze van de blaadjes likken. Dat is toch helemaal schattig. Tiggy! Ja, hi! Hallo! Maar kom eens. Oh, ben ik rood. Kom eens even. Wat? Nee. Ik ben een beetje... Oh, dat is heel dichtbij. Ja. Ik ben een beetje boos op Ruby. Nee, ik ben niet boos. Maar even vast. Ik moet de camera vasthouden. Ze heeft net... Wat ga je nu... Oh. Ik vind het helemaal niet grappig. Ja, wel. Film de achterkant. Ja, film de achterkant. Ik ga toch niet mijn achterwerk filmen? Ik... Nee. Ruby? Ja? Zet hem maar even neer. Nee. Ja. Oh, ik vind het helemaal... Nee. Waarom doe ik dit ook? Waarom... Ruby, wat? Ja, klaar. Moest dat? Maar luister eens. Ja. Er is net iets gebeurd. Deze lompe doos, die gaat met haar stoel naar achteren. Nee. Oh, met het kleine tentje, wat daarna komt en het tentje wat daarna deze komt. Toch? Dat deed dus zeer. Grrr, langs die tenen. En dat deed heel zeer. Ik vind je luchtje eigenlijk helemaal niet zo lekker ruiken. Het is heel sterk en dan zo. Dat moet je niet met je nozzle in mijn luchtje. Ja, maar ik vind jou wel gewoon dit. Het is wel lekker. Het is een beetje raar. Wat is er gebeurd? Ja, jij duwt mij naar achteren. Ik kom mijn hartstikke tegen dat ding aan. Ze komt hier tegenaan, tegen deze punt. Jongens, het gaat zo niet smooth hier. Maar waarom ga je op de grond liggen? Het draait helemaal door. Ja, je moest even door elkaar geschud worden. Oh, die ben ik nog gekker. Oh, Kiaatje toch. Wat heb je nou gedaan? Oh, ze heeft ineens stress. Mama koud. Ja, je bent een groen monster.
geluid. Ruby is gevallen, heel hard. Ja, omdat je zo achterlijk doet. Ja, maar ik weet niet of ik alleen moet huilen om dit hoor. Waar moet je nog meer om huilen dan? Dat weet ik niet meer. Ja, toch. Wat is dit? Oh, je bent nat. Ja, ik weet het ook niet eigenlijk. Ik kan het wel een klein maar komen. Die tranen blijven maar komen. Dat denk ik ook wel. En mijn naam is gebroken. Je mag niet je middelvinger naar je moeder. Nee. Je bent echt wel zo van lelijk. Ik heb het behangen. Ja. Oké, papa is aan het stofzuigen, maar ik heb me klaargemaakt. En mijn krullen zitten vandaag echt perfect. Dus ik hoop dat het morgen ook zo gaat zitten. Ik heb deze outfit aan, lekker black. En er is dus iets, je ziet het misschien al, er is dus... Het lijkt alsof ik scheel kijk nu. Er is dus iets met mijn oog, ik weet niet wat. Kijk, wacht, ik kan even inzoomen. Heb je met haar dat in je oog geschoten? Ik weet niet. Er zit dus, mijn oog is dus helemaal rood en ik vind het echt heel apart. Dus ik hoop niet dat dat morgen ook zo is, want morgen gaan we de clip opnemen, maar dat zien jullie nog lekker niet. Wij gaan zo onze vakantiespullen ja, halen. Ja, want we gaan over een weekje gaan we naar Kreta. Ja, dus we gaan nu alles halen, zonnebrand, echt alles wat we nodig hebben eigenlijk, gaan we halen. En dan... En dan zijn we helemaal ready voor vakantie. En misschien kunnen we ook nog even wat bovendingetjes halen. Dat we zeg maar wat meer voor dingetjes voor de hebben, zeg maar. Ja, die komen. Kia heeft nu een beetje les. Oh ja. Okay. Ja, geef niet hoor. Nee, ik moet toch stoppen voor Ruby. Ja. Oh, het is een beetje donker. Je bent een beetje donker. Het geeft niet. Ja, en dan slaat hij waarom af. Nou? Want ik doe toch helpen. Die shit. En dan lekker midden op het fietspad. Er komen fietsers aan. Ja, leuk. Spannend moment ook. Als je het gas loslaat en je laat hem helemaal los, dan zakt de motor in elkaar. Hoe? Valt hij in elkaar. En schakelen. Kijk, dat kan ze al helemaal. Hey, hand aan het sturen. Nou jongens, wij zijn er. Hi, komt u maar. Doe je even je oortjes uit? Oh ja. Wij gaan even onze eigen ding. Oh, dat was echt diva-achtig. Ja, dat was je zeker. Dat ben je ook. Nou, moet jij zeggen. Wij gaan even ons eigen ding doen. Ja, want wij gaan dingetjes shoppen voor vakantie. En we gaan jullie daar helemaal mee nemen. Ja, en papa en mama die gaan even schoenen kijken voor papa. Oké, we hebben al wat dingen gekocht. Laten zien. Het stinkt. We hebben een zonnebrand gekocht. En dat is echt super handig. Dat zit BB cream in, dus als je dan een keer een dagje weg gaat en je wil geen make-up op, dan is dit heel handig. Ja. En we hebben een spiegel gekocht, want dat hebben we thuis, maar niet op vakantie. En we hebben wattenstaafjes gekocht en schoonmaakdoekjes. Ja, en allemaal handige shit. Een glansdingetje voor op je gezicht. Ja, super handig, maar we hebben echt nog veel meer nodig. Ja, joh, we zijn lang niet klaar. Het is warm. Ja. Ik wil nog steeds. Oké, okay, prima. Ah. Lekker gezond. Nou, we zitten op een terrasje. Ananas, banaan. Dan weer. Rosé lemonade. Bloedhee. Ja? Rosé lemonade. Vooral een drankje bloemig en fris. Ja, die zijn lekker. Ja, die wil ik ook. Doe die maar. Ja. Is dat droog? En we gaan denk ik even nachos eten en oh, het zweet jongen. Maar willen we ook een bite? Ja, nachos toch? Brood. Oh jeetje, oké, ik ga weer rijden. Waar heb ik die sleutel afgelaten? Ineens is hij weg. Waarom ben je eigenlijk? Ja, ik ga tegen de richting in, toch? Ja, ga maar. Oh, doe maar. Ik ook het uit. Ik ga altijd even kijken. Ik vind het heel logisch. Ja, ik ook wel. Ik vind dat heel logisch. Tegen de richting in gaan. Ja. Hierin, toch? Nee.
Wat? Gewoon daar naar buiten. Ik heb in mijn verhaal gezet of jullie vragen voor ons hadden. Dus wij gaan een paar vraagjes beantwoorden. Ja. Zou je 5 jaar geleden hadden bedacht dat je zo ver zou komen? Nooit. Weet je, ik zat bij de Voice Kids voor die stoelen te zingen. Ik dacht niet eens dat het doorging. Ik dacht dat ik gewoon slecht was. Maar blijkbaar gingen er gewoon 4 stoelen. Oh ja, dit doet hem ook af. Blijkbaar hebben er gewoon 4 stoelen gedraaid. Dus ja. Dat was wel een bijzonder moment. Hoe gaat het met jullie? Het gaat echt top met ons. Wij gaan over een week op vakantie. Dan zitten we zijn nu helemaal happy. In Creta. Dus ja, precies over een week zitten we in Creta. Dus er komen weer leuke vakantievlogs aan. Het is allemaal kijken. Wat is jullie grootste droom? Mijn grootste droom is... ik heb heel veel dromen. Ik wil kleding in de lijn. Ik wil op vakanties. Ik wil artiest worden. Grote artiest worden. En misschien ook internationaal. Maar dat weet ik allemaal niet hoor. En ja, ik wil gewoon echt muziek maken. En schrijven en alles. Ja. En jij? Volgende vraag. Ik wil... Nee, grapje. Ik wil een gezin. Ik wil ook een gezin met kindjes. Ik ben niet mijn vader! Ik wil ook kindjes! Ik wil een gezin met kindjes. En ik wil een huis. En ik ook. Ik wil ook nog heel veel vakanties maken. Ik ook. En met jou ook. Ja, en ik wil eigenlijk ook heel graag nog dansen. Ik ook. Oh, ik moet echt zo nodig zijn. Ik moet plassen. Jezus. Tips tegen een onzuiverheid. Meid, vraag het niet aan mij. Hebben jullie een geloof? Ja, in mezelf. Dat was zo mooi. Het is warm. Hebben jullie een boyfriend? Roep, heb jij een boyfriend? Nee. Och. Wat vind je irritant aan Ruby? Nou, je bent nu wel minder irritant. Nee, jij was gewoon irritant, want je had je fucking examens. Je was gewoon niet vrolijk. Nee, maar jij was ook gewoon vaak geïrriteerd. Ja, omdat ik klaar ben met werken. Ik wil gewoon op vakantie. Ik ben gewoon op. Wij denken echt hetzelfde. What the fuck? Wat is Ruby voor zus? Ruby is dit. Ruby is raar. Ruby is lief. Ruby is grappig. Echt heel grappig. Echt heel grappig. Maar gezellig, vriendin. Soms zie ik niet dat jij mij grappig vindt. Ja, maar soms vind ik het gewoon wel grappig, maar dan lach ik gewoon van binnen. Okay. Willen jullie nog meer tattoos? Ja! Ja! Nee, niet... Oké. Okay. Oh nee, we willen... Hier, we kan het gewoon. Oké, we willen hier een tattoo, maar we maar gaan niet nog niet zeggen wat het staat. Ik wil hier een tattoo zetten en ik ga hier een tattoo zetten op 11 nog wat. Ik ga hier een tattoo zetten. De zat weer. Ja. En ik weet niet of ik het wil, maar ik denk dat ik hier ook nog een tattoo wil. Zo, hier in het... Wil je ook hier of niet? Hier, achter mijn oor? Nee. Daar ben ik te chic voor, denk ik. Oh, dus vind mij niet chic? Nee, maar jij bent een artiest. Oké, precies. Dus dan vind ik het anders. Wat is leukst aan elkaar? De camera is bijna leeg. Ik vind onze humor en vriendschap en zussenrelatie en werkrelatie heel mooi en leuk. Gewoon de relaties die wij hebben. Ja, want in principe, wij werken samen, wij zijn zussen en we zijn vriendinnen. Ja. 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 Hello, hello baby, you come. Waarom deed je dat ook? Oké, dit was de Q&A. Wil ik in jouw video wil. Dat zit je al. Oei. Oei. Oké, doei. Oké, doei. Doei. Oké, wij zijn thuis en dit is even wat in het kort wat we hebben gekocht voor de vakantie. Haarlak, zonnebrand, tampons, mugspray, tandpasta, tandenborstel, deo en shit, spiegel. Dus eigenlijk willen we dat alvast in een koffer doen. Maar dat moeten we denk ik maar even niet... Wat ga je doen? Ik ga mijn toilet afpakken. Nee. Dus ja, wij zijn eigenlijk helemaal
vakantie ready eigenlijk. Want we hebben ook al alle kleding gekocht. Oh, hij heeft ook al een tikkie gestuurd trouwens. Oh, dan ga ik die zo even betalen, je tikkie. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Ja, doe een duimpje omhoog, abonneer. En ik zie jullie in de volgende video weer. Vind je dit een leuk tasje? Doei, doei. Ja hoor. Doei. Oh, doei. Ja.